En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want ik ben bij de Dollar Tree geweest. En de laatste keer dat ik bij de Dollar Tree was, liet ik jullie mijn favoriete producten zien van de Dollar Tree. Maar nu ga ik jullie de gekste producten laten zien. Echt zo'n idee dat je denkt, waarom verkopen ze dit of waarom zou iemand dit kopen? Ik heb best wel veel spulletjes, dus laten we maar meteen beginnen. Nou, ik begin met het eerste tasje en ik pak het er gewoon uit. Hier, een LED flashing sticker. Dit is een sticker en hij geeft licht. Maar ik vraag me af, waar wil je deze sticker dan opplakken? Kijk, hij geeft licht. Maar ik snap het nut. Ja, kijk, stickers zijn leuk om in een agenda te doen. Maar deze is heel erg bol, omdat er een lampje in zit. Dus ik snap het idee niet helemaal. Dus ja, dit is het eerste item en ik vond hem een beetje raar. Hier heb ik een autostuurcover. En dit doe je dus om je stuur heen van je auto. Maar ik snap het niet helemaal, want ik vind het echt niet mooi. En het ziet er echt niet uit. En het lijkt me, ik snap het nut ervan ook niet. Wat zou je hiermee moeten? Ik begreep deze echt niet. En het printje is niet echt mijn ding. Dit is niet echt mijn ding, dus ik zou het zelf nooit kopen. Ik heb het nu gedaan voor de video, maar anders snap ik het ook niet. Warning voor ratelslang eieren. Om er als grapje uit te halen, maar als je dit aan iemand, als bij iemand dit in huis hangt, waarom zouden er eieren van een ratelslang in iemands huis liggen? Dat zou ik niet snappen. Als ik dit aan de voordeur plak en er zou een vriend komen, dan zou die denken, waarom hangt het daar? Waarom zouden daar ratelslang eieren in huis zijn? Dus ik snap niet echt, ja, dit is bedoeld om als grapje uit te halen bij iemand. Maar eerlijk gezegd, ik snap de grap niet helemaal. En ik vind het niet echt grappig en het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hier heb ik een bordje en dan zou je denken, ja, een bordje, wat is daar nou nutteloos aan? Maar als ik, oh, ik kan hier echt niet lang naar kijken. Ik word helemaal duizelig hiervan. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik word helemaal duizelig van dit bordje. Helaas is het op beeld niet heel goed te zien, maar het is dus in 3D en het is echt heel naar om naar te kijken. Ik word er helemaal gek van. Dit is een bakje en dit gaat op zonne-energie. En dan gaat dit bewegen, denk ik. Maar kijk, als je nu even zo doet, beweegt hij ook. Dus ik snap niet, ja, wat is er nou leuk aan? Want ja, ik snap het niet helemaal. Ik dit tegen en ik dacht, wat is dit dan? Maar dit is dus blijkbaar voor in het zand. En dan krijg je zigzagjes in het zand. Meer niet. Ja, meer kan ik er ook niet over vertellen. Dus, dit. Wat heb je hier nou aan? Dit is gewoon een blok, oh, het komt overal. Een blok stro of een blok hooi, hoe je het ook wil noemen. En waarom zou je dit willen halen? Maar ja, om dit nou aan je paard te geven, ja, is ook wel erg klein. Dus dit snapte ik ook niet helemaal. Misschien snappen jullie het? Dat was het eerste tasje, maar we hebben nog een tasje. Dit is dus een haarband met groen haar. Oh, ik heb hem verkeerd om. Een haarband met groen haar. Maar ja, ik zou dit niet zo graag in mijn haar willen. Dan heb je opeens een pluk groen in je haar. En het is heel erg lang en het ziet er heel gek uit.
Maar dan dit voor in bad. Ik haal hem er wel even af, dan doe ik hem even op. En dit doe je dus op in bad. Ik doe hem zelf ook wel even op. Waarschijnlijk is dit bedoeld voor baby's. Maar ja, wat heb je er aan in bad? Volgens mij helemaal niks. Maar het ziet er wel grappig uit. Dus deze hoofdbad. Nou, dan vond ik dit en ik dacht, wie zou dit ooit dragen? Dit is een bikini top. Een harde bikini top met van een schelp. Maar ik zou dit echt nooit willen dragen. En dan komt er ook nog dit bij. Namelijk zo'n hula danseres rokje. Dus dan is dit één outfit. Maar ja, ik zou dat echt niet willen dragen hoor. Maar dit vind ik nog wel grappig. Maar ja, wanneer zou je dit aandoen? Misschien met Halloween. Maar ja, Halloween duurt nog wel heel erg lang voordat dat is. Nou, dit waren dus alle items. Laat even in de reacties weten welke jij het grappigste vond of het raarste. En ja, dit was dan de video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En heb je nog suggesties voor video's? Laat het dan even weten in de reacties. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!